De Nacht van MAF, dat is op 27 juni. En dan gaan we een hele avond en een nacht filmpjes uitzenden op AVI-Signaal. We gaan onder andere filmpjes van AVI zelf uitzenden. En dat zijn filmpjes die ze gemaakt hebben over kunstenaars, culturele filmpjes. Ik heb filmpjes van muzikanten van een project dat we vorig jaar hebben gedaan. Dat heette Thuis voor de Buis. En we hebben allemaal kunstfilmpjes. En dat zijn geen verhalende filmpjes, maar echt kunstfilmpjes. Dus films die gemaakt worden door kunstenaars. Performances zitten erin. Het zijn soms stilstaande beelden. Het is wel de zwaardere kost om naar te kijken, om dat een paar uur vol te houden. Nou, omdat je wel dat je geen verhaal moet verwachten of een lopende ritme achter elkaar of geen plot of geen soap moet verwachten, maar er echt bizarre beelden kunt verwachten. En dat is misschien ook wel weer leuk aan om naar te kijken, want je weet nooit wat je te zien krijgt. Nacht van MAF. Media Art Flow Festival. De Nacht van MAF is niet alleen voor ambtloze kunstenaars, maar het is heel breed. We hebben filmpjes van uit heel Nederland gekregen, ook een paar uit Duitsland. Ja, hoe kan iemand meedoen? Je kunt er gewoon als je een gekke film hebt, kun je hem opsturen. En dan gaan wij kijken of we hem uit gaan zenden. Ja, wat is een gekke film? Dat kun je zelf denk ik het beste beoordelen. Als jij vindt dat hij bizar en kunstzinnig genoeg is. Je voelt jezelf aangesproken door het thema, de Nacht van MAF. En dan stuur hem op. Wil je meedoen, dan kun je insturen op... Stichting NTK@gmail.com.